Welkom bij Meerbeek Caravans en Campers. Mijn naam is Mark Meerbeek. Leuk dat je weer kijkt. Vandaag gaan we een geweldig mooi model presenteren. De caravan van het jaar. De Adria Adora 522 UP. Kijk eens, ik heb er daar een paar staan. 1, 2, 3, 4, 5. Binnen hebben we er nog veel meer, dus kom, ga snel naar binnen. Loop maar mee. Hier zijn we aangekomen in onze mooie showroom in Doetinchem aan de Nijverheidsweg. Ja, wij van Meerbeek verkopen echt uitsluitend topmerken. En dan moet je denken aan de merken zoals Adria, LMC, Hobby, Vent. Maar vandaag gaan we dus die caravan van het jaar toelichten, die Adria Adora 522 UP. Hier staat hij achter mij. Net als die mooie voorkant. Panoramaraam. Windzuilen aan de zijkant voor aerodynamica. Extreem grote disselbak. Gebouwd op een Alco chassis met maximaal laadvermogen. Is standaard bij Adria. Daar doen ze die kinderen achter gewoon. Gewoon kwaliteit moet er staan. En daar staat hij hier. Ik laat je een paar dingen zien. Kijk, die caravan is gebouwd op een Alco chassis in de meest robuuste uitvoering. Standaard met stabilisator, handrem, verzwaarde uitrijsteun, dat is uiteraard allemaal standaard. Op dat chassis staat dus de opbouw van die caravan, die Adora. Maar het mooie is om te weten dat de kwalitatieve bouw zo goed is. Hij is volledig van polyester gemaakt aan de buitenkant, dus hagel- en slagbestendig, oersterk, met een heel goed isolatiemateriaal erin, dus uitermate geschikt voor de winterspot. Daar hebben ze goed over nagedacht, die Adria. Die windzuilen, daar zijn handvaten in geïntegreerd. Als ik dit vastpak, pak ik eigenlijk heel prettig vast. Dus je kan hem makkelijk rangeren. Nou, bij Meerbeek hebben we daar een andere oplossing voor, daar kom ik dadelijk even op. Maar wij doen eigenlijk al die actiemiddelen standaard met een mover eronder. Maar dit is wel prettig vastpakken, dat kan ik u verzekeren. Hiervoor zien we die disselbak, die is dus groot zoals ik net al zei. Die toegang is eigenlijk zeer ruim. Heel mooi gemaakt, standaard voorzien van de reservewiel, zit er standaard in. Plek voor twee gasvissen en nog veel andere spulletjes die je kwijt kunt. Dus ja, daar is wel heel goed over nagedacht bij Adria. Boven die disselbak zien we dus het mooie voorraam wat er gewoon in zit. Met het panoramaraam. Dat zal nog een verrassing zijn als je dadelijk van binnen ziet. Maar lopen we een stukje om de caravan heen. We zien dus de polyester opbouw. Mooie sideskirts eronder. We zien ook een hele goede afwerking. Want de lijsten van Adria zijn verlijmd. Dus het geeft een hele stevige bouw. Maar ook een hele schone bouw. Dus het is ook echt dat het ook stevig blijft. Dus niet dat je na een paar jaar denkt van goh, er komt wat kit tussenuit. Dat bij andere merken wel eens is. Helemaal verlijmd. Dat laadvermogen, wat ik net al zei, dat is dus met een zware gewicht, dat kan dus tot 1700 kilo. Deze weegt leeg 1330 kilo en je kunt het laadvermogen kiezen 1500, 1600 of 1700. Dus laadvermogen kun je oprekken tot 370 kilo zonder meerprijs. Goed over nagedacht van Adria. Hier komen we bij de deur, die is voor dit nieuwe seizoen 2022 breder gemaakt. Standaard voorzien van een hardware. Ik pak weer een aluminium profiel vast, stevig. Aluminium drempel hier ook. Nooit kapot. Geïntegreerde prullenbak. Mooi gemaakt. Stand erbij. Dus die mooie brede deur met rubbers aan de binnenkant en aan de buitenkant. Kan ik ook netjes zachtjes dicht doen. Hoeft niet zo hard. En dan is hij toch mooi gesloten. Groot raam, waardoor je veel licht hebt. Dus dat is mooi gemaakt van Adria. Wat hier opvalt, dat er een. Ik vind het persoonlijk een geweldig mooi velg onder zit. Black polish met zilver afgedraaid. Dus ziet er echt modern uit. Past heel erg goed. En zoals ik net al zei, een mover. Bij Meerbeek hebben we van dit model een limited edition model gemaakt. En dat betekent dat hier doen we standaard een 505 FL mover onder van Enduro. Die kan ook waterpas zetten. Dat leggen we u graag even uit bij ons in de showroom. We monteren hem af niet met zomaar een accu, maar met een lithium pack batterij, zeg maar. Die is onderhoudsvrij en heeft een gewicht van 3 kilo. Dus licht in gewicht. Maar belangrijk is dat die onderhoudsvrij is. Dus als je die caravan dadelijk in het naseizoen wat langer wegzet, hoef je niet bang te zijn dat die accuconditie achteruit gaat. Want zo'n accupack houdt gewoon goed zijn spanning vast. Stekker erin, hij laadt erop en hij doet het weer. Dus dat is een heel mooi punt. Uiteraard natuurlijk een aansluiting voor de stroom zit hier. Voor de 230 volt. Hier nog een extra buitenstopcontact. Dat is uw 230 volt met 12 volt en antenne aansluiting. Toiletraampje. Tikvat cassette toilet. Dat is deze standaard van voorzien. Die kun je hier zo uitpakken. Kijk, dit is de cassette. Je kunt dus heel makkelijk meenemen als een karretje op de camping. Er zitten wieltjes onder, dus dat is eigenlijk heel praktisch. Je kan hier inklappen, zo, even in. Dan sluiten we erin. En dan zit er mooi opgeborgen. Nou, dan komen we bij die achterkant van de caravan. Neem hem als volledig in beeld. Hij is gewoon echt heel, heel strak afgewerkt. Ik voel weer je mooie aluminium handvaten hier. Zitten gewoon lekker stevig aan. Chroom opgelegde letters. Dit is de nieuwste LED-verlichting die Adria toepast, ook bij de Adora-modellen standaard. En het polyester dus weer, dus je haalt de bestendigheid, hè? Ideaal. Bovenop dead-end licht, hoog gepositioneerd, dat je dus op de weg altijd goed zichtbaar bent.
is ook een heel belangrijk punt. En zoals ik net al ook wat zei van het alcoholchassis. Kijk, als we daaronder kijken, zie je de standaard, de brede uitdrijfsteunen van alcohol. De beste in zijn soort. Dus als je die caravan neerzet, staat hij echt als een huis. Dat zijn een paar highlights waarom die onder andere natuurlijk caravan het juist voor aan de buitenkant. Kom, nu gaan we snel naar de binnenkant. Loop er even mee. Kijk, dat panoramavenster. Dat panoramavenster waar dus van buiten dus ook al wel heel uniek is op deze caravan, geeft van binnen dus een enorm ruimtelijk gevoel. Adria omschrijft eigenlijk in de volgende wel eens het atrium-effect. Het gevoel dus dat je echt ruimte en licht hebt. Maar als we hier nu naar buiten kijken, zien we natuurlijk het dak van ons showroom. Maar moet je je voorstellen, als je op een camping staat, je kijkt naar de zee, of je kijkt naar de bergen, dat gewoon dat je op een hele mooie manier contact met buiten hebt. Want ja, kamperen is eigenlijk wel een beetje buitenleven, hè? Dus dat zit hier standaard in. Hier zien we uiteraard een goede horde erin, dat je de ongedierte buiten kunt houden. Er zit ook een verduistering in. Dat we natuurlijk ook donker kunnen maken, dus even af kunt sluiten wat dat betreft. Maar ik ga even zitten, want ze hebben verteld dat er hele goede kussens in zitten. En daar zitten inderdaad hele goede kussens in. Ja, het zit eigenlijk fantastisch. Dus het is licht, het is vrolijk, het is zonnig, het is subliem afgewerkt. En ook nog modern. Ik denk dat dat wel een beetje op dit moment de credo is van Adria. Dus echt mee goed voor de dag kan komen. Design en kwaliteit, daar doen ze heel erg goed. Ja, ik zie een mooie indirecte verlichting zitten, standaard. Achterlangers. Ik zie het ook zelfs bovenlangers zitten bij de kasten. Dus daar is niet op bezuinigd. Ik zie zelfs hele mooie kleine spatjes hier in het plafond. Die kunnen weer apart schakelbaar zijn. Het ziet er echt geinig uit. Kasten zijn groot. Mooie strakke kastklep. Is perfect afgewerkt. Zo ik hem dicht. Geldt voor deze kant ook. Zo veel bergruimte. Mooie grote keuken erin. Met heel erg veel bergruimte. Hier zien we een apothekerskast. Dan zien we hieronder een grote klep, zeg maar, met heel veel bergruimte. En dan hebben we niet één, niet twee, niet drie, maar vier grote keukenlades. En alle vier met softclose. Dus het sluit ook heel soepel. Naast die bergruimte zit er een grote koelkast. Dit is de Tidvat, 133 liter, met ook een moderne schakeling. Maar als ik hem aanzet, dan is deze uitvoering heeft een A-functie. En als ik hem op die A-functie zet, dan kies je zijn eigen energie. Dus op het moment dat zoals nu de stekker erin zit, doet hij het gewoon op 230 volt. Zet je de auto ervoor, dan heb je de camping wegrijdt, gaat hij weer zelf op de auto-accu, op de dynamospanning. Kop je de auto weer af, probeert hij gewoon aan te gaan op gas. Dus daar is wel heel mooi over nagedacht. Waar Adria ook over denkt, over moderne dingen. Dit is een modulair opbergsysteem. Je krijgt een hele partij van deze bakjes en opruimdingetjes erbij, ook zoals daar. En die kun je overal net mee hangen zoals je het zelf graag wilt. Want ja, iedereen heeft zijn keuken thuis ook natuurlijk niet altijd hetzelfde ingericht, hè? Je kunt lekker in je eigen gang gaan, wat je zelf mooi vindt. Hier extra afzetruimte. Mooie grote Dometic kookplaat. Drie pitten, ideaal gepositioneerd. Met elektrische ontsteking. Snijplank is ook aangedacht, zit er ook standaard bij. Warm en koud water zit er uiteraard in. Maar ik vind het dus mooi om zo'n bakje dus hier neer te hangen. Dan doe je het bezem hier, dan kun je dus helemaal zelf kiezen. Modern en techniek hadden we het net over. Als we hier boven de deur kijken, zien we de centrale lichtunit. Hier kunnen we op een makkelijke manier alles eigenlijk schakelen. Hier kan ik bijvoorbeeld, als ik hier naartoe ga, doe ik de buitenlamp uit. Ik doe hem aan. Hier de totale verlichting kan ik aan en uit doen. Ik kan hier bijvoorbeeld het watersysteem kan ik aan of uitschakelen. Kan ik voor kiezen. Dus daar is wel heel mooi over nagedacht. Waterniveau van de tank kan ik hier nog zien. Dus de vaste waterding die ingebouwd is, die kunnen ze hier mooi aflezen. Hoef je niet in die caravan te kijken. In een mooi black polish paneel gemaakt. Ook in je houtdeuren. Hier zitten wat meerdere schakelaars. Wat hier goed is om te zien, standaard is die Adora voorzien van vloerverwarming. Dus er zit een Truma gaskachel in met ringverwarming. Maar alle Adora's hebben standaard vloerverwarming. Ideaal voor het voor- en na-seizoen. Hier is de boiler, kun je aanzetten. Dus heb je 5 liter warm water. USB-stopcontact is aangedacht. De schakelaars voor de verlichtingspunten. Dus als de totale verlichting, kijk, die kan ik ook ingedrukt houden. Dat is ook mooi te zien daar. Een harde licht dimmen. Dus je kunt eigenlijk een beetje je eigen sfeer bepalen, wat je zelf gewoon prettig vindt. Dus indirecte verlichting, dimbaar. En hierboven, hier zie ik nog een heel leuk dingetje. Standaard zit er een compleet stereosysteem ingebouwd. Want Adria heeft hier een Bluetooth ontvanger gemonteerd. Er zitten speakers op de meest ideale plek gepositioneerd. Dus op het moment dat je dus je telefoon pakt, je laat Bluetooth koppelen met dit mediacenter van Adria, gaat dus de muziek die op je telefoon staat, bijvoorbeeld Spotify, je playlist,
gaat automatisch over. Dus je hebt gewoon echt een eigen stereo installatie ingebouwd in die caravan. Berg dan een ruimte waar het op haar neemt. Hier zien we de grote legkast zitten. Daar zie je onder andere die lithium accu voor die mover die er standaard bij is bij het Mavic model. Hier bergruimte boven de kachel. Aluminium linkjes eraan dat het toch stevig zit. Of nylon linkjes eraan dat het toch stevig zit. Hangkast, standaard uiteraard. En hier hebben we ook een slimme oplossing gekozen. Hier hebben we gekozen voor twee kasten die aan beide kanten open kunnen, waardoor je dus heel veel bergruimte hebt. Heel veel andere fabrikanten zetten een wasbakje neer. Maar hier hebben ze gekozen voor ruimte. Spiegel mooi met indirecte verlichting. Let ook op de details hoe mooi de spotjes gemaakt kunnen worden. Echt miniatuur. Heel erg goed afgewerkt. En dan zien we hier, waar Adi ook best wel bekend is. Hier zit de toiletruimte. En dit is eigenlijk een 3-in-1. Dit is dus een toiletruimte. Dus hier kun je eigenlijk op een prachtige manier rustig op de toilet zitten. Dus je hebt echt ruimte om te zitten. Daarmee dan zeg je van, ik gebruik die toilet niet. Ik wil lekker douchen. Standaard is hier voorzien van een douche. Dus je kunt hier makkelijk douche pakken. En je kunt met warm en koud water kun je dus makkelijk douchen. Je kunt die douche ook even naar buiten of via de ramen. Dan heb je buiten natuurlijk warm en koud water. Dat kan ook heel handig zijn. Hier, opbergruimte weer voor je toiletspulletjes. Douchegordijn is er ook uiteraard standaard bij. Let ook weer op de indirecte verlichting. En dan voor tandenpoetsen of het opfrissen zit de wasbak hierachter eigenlijk een beetje verstopt. Dus dan kun je hier op een makkelijke manier kun je er goed bij. Mokka, ik denk dat we wel eens even een keer de handdoek ophangen. Daar is ook over nagedacht. Hier is er een extra stang in gemaakt. Mooie verlichting, handige dingetjes die erin gebouwd zitten. Dus daar hebben we eigenlijk wel heel erg goed over nagedacht. Vaste bed. Dit is een mooi bed. 41 bij 2 meter. Nou, hij ligt eigenlijk geweldig. Ik ga er even liggen. Ik zie hoe groot hij is. En ja, dit ligt fantastisch. Ik zie onder nog zelfs weer USB-stopcontacten. Dus ik kan mijn telefoon makkelijk opladen. Leespotjes heb ik weer. En nog gewoon echt mooi afgewerkt. Perfect afgewerkt. Onder dat bed heb je natuurlijk bergruimte zitten. Dan kun je hier makkelijk onderkomen. Dan gaat hij dus zo omhoog. En dan zien we hier dus de bergruimte. Aan die kant zit natuurlijk het serversluik waar je van buiten makkelijk bij kunt. Daar ligt de slinger van de Turuluifel. Daar is de Trumabone. En let ook eens op hoe mooi die afgewerkt is. Dat heb ik nog nooit gezien. Maar ze hebben bij Adrie dus een aluminium bekisting om die boiler heen gebouwd. Als dan eens een keer de bagage wat gaat schuiven, dan blijft dat gewoon op de plaats. En dan was een mooi detail van Adria zijn de hoofdeindes. Zijn de lattenbodems zijn omhoog te klikken, waardoor je ze hoger vast kunt zetten. Waardoor je dus makkelijk een keer een boek kunt lezen, dat je ze omhoog kunt doen en ook weer naar beneden kunt plakken. Heel leuk detail van Adria. Ja, dat zijn eigenlijk nog een paar mooie highlights. We lopen even naar de buitenkant. Wij van Mierbeek hebben dus een groot aantal van dit soort caravans zoals je net zag. En ja, wij kunnen die ook vrij makkelijk verkopen met een hele mooie aanbieding. Maar daar maken we dus een Mavic Limited Edition van. Dat betekent dat die standaard is voorzien van dus maximaal laadvermogen. In dit geval dat zelfs 1700 kilo kun je het oprekken. Een volle automaat mover die kan waterpas stellen. De beste uit zijn soort. Met die lithium accu. Nou, hier zit nog een extra hoofdkussenset bij. De televisievoorbereiding. De buitenaansluiting voor de stroom. En de antenne. Uiteraard die hage bestendigheid. En de tunnelluifel op de maximale maat. Pakken we de maximale lengte van de tunnelluifel, waardoor je dus heel veel gemakkelijk comfort gelijk hebt. Nou, dan komt deze caravan aan fabriek, komt hij op een prijs van 35.634. Wij van Mavic kunnen hem leveren voor 33.995 euro. We hebben dus op het nieuwste model, de caravan van het jaar, heb je een korting van de 1639 euro. En heb je echt alles erin zitten. Dus ja, zijn jullie enthousiast geworden voor deze presentatie, voor deze super functionele Adora 522 UP? Nodig ik jullie uit onze showroom te bezoeken. Wil je meer informatie kijken op onze website www.mavic.nl. En dan zou ik zeggen, tot ziens in Doetinchem. We hopen je graag.